deze serie volgen wij sportwethouder Martijn tijdens zijn zoektocht naar een sport die echt bij hem past. Tijdens dit avontuur wordt Martijn elke week uitgedaagd door een van onze sportverenigingen. Deze week zijn we bij Fitport in Portugal. Ik ben benieuwd naar de uitdaging van deze week. Ja, Martijn, wat ben je aan het doen? Zit je in de sauna? Ja, dat moet ook gebeuren, of niet? Dat hoort erbij, aan het eind. Je kwam toch voor de challenge, voor de uitdaging? Maar sauna stond er ook bij. Die is wel beneden, lekker in de sauna zitten. Dat kan iedereen. Kom op, we gaan naar beneden. Nou, vooruit dan maar. Zo, Martijn, daar zijn we. Dus jij dacht dat je even lekker in de sauna kon gaan leren? Ik zat daar prima, joh. Nee, zo werkt het niet bij Fitport. We hebben hier gewoon een challenge voor je. Ik zou zeggen, maak hem maar eens open. Uitdaging, kies één van de twee zwaarste programma's op de e-gym en doe twee hele rondes. Succes! Ik vond de sauna makkelijker eigenlijk. Ben je er klaar voor? Ja, moet maar, hè. Huppakee. Oké, Martijn, chip hem maar in. Wat we gaan doen. Over 23 seconden gaat het toestel beginnen. We gaan zo meteen explosief te werk. Dus je moet steeds harder en harder dat ding wegduwen. Balletje, dat ben jij. Je moet in deze zwarte weg zien te komen. Kom maar mee. Hup, en omhoog. Rustig terug. Totaal 70 seconden. We gaan het 17 keer doen. Dit is een warme hup, maar die heb je eigenlijk net in de sauna al gedaan. Dus eigenlijk zou die over kunnen slaan. Ja, nu moet hij nog 36 seconden. Na die 36 seconden gaan we door naar het volgende toestel. Een andere spiergroep pakken. En zo hebben we 10 toestellen waarin we het hele lichaam pakken. Door alle spiergroepen hebben gehad. Niemand kan je onderbreken, dus je bent altijd binnen dezelfde tijd klaar als je helemaal bent gevoerd. Easyhub zijn 8 toestellen, waren 8 toestellen, inmiddels zijn het er 10 geworden. Die draaien eigenlijk met de klok mee. Dat wil zeggen dat je eigenlijk nooit meer hoeft te wachten. We pakken alle grote spiergroepen, bijvoorbeeld de borst, de rug, de benen, de buik. Die pakken we allemaal 2 keer, dus als je 2 rondjes hebt gehad, dan heb je gewoon een complete workout gehad, een goede training gehad. Het voordeel van Easyhub is dat je nooit hoeft te wachten, je hoeft niet na te denken hoe hoog moet mijn stoel staan, hoeveel kilo's had ik, we chippen hem in. Het toestel stelt zich helemaal automatisch in. Ja, makkelijk kan het niet. Het enige wat je nog moet doen is de oefening uitvoeren. Mochten de mensen aan de hand van deze video denken van, goh, e-gym, leuk, wil ik ook wel eens een keer proberen. Geen probleem, dat kan altijd. Kom gewoon lekker langs voor een gratis proefles. Gratis, hè? Gratis, helemaal gratis. En je ziet het, als je wat meer aan het sporten bent, krijg je nog praatjes ook. En weet je na 1 keer nog niet zeker of je het wel of niet leuk vindt, kom toch gewoon nog een 2e keer gratis een proefles doen. Geen probleem, hartstikke welkom. Nou, dat klinkt goed, René. Wat wil jij nou eigenlijk doen daar? Met uitrust of zo? Nou, kijk, als je daar heel de dag zit en je doet helemaal niks, word je steeds stijver en stijver en stijver. Dus wat heeft Easyhub bedacht? Die heeft Easyhub Flex gemaakt. Waardoor ik gedwongen word in 30 seconden in een bepaalde houding te zitten. Waardoor ik mijn spieren weer en mijn pezen een beetje aan het oprekken ben. Waardoor ik mijn mobiliteit verbeter. Zo, Martijn, voor ervan? Ja, ik vond het goed gewoon. Wat vond jij ervan? Jij hebt op zitten letten. Het zag er goed uit. Ik ga zo meteen op de iPad even kijken of het ook inderdaad goed was. En dan gaan we er flink tegenaan. De uitdaging volstaat. Ik denk dat de uitdaging aangenomen is. Volgens mij ben ik nog niet klaar. Ik daag met deze alle opbelswaardes uit om uiteindelijk te gaan sporten. Wil jij ook met Martijn die uitdaging aangaan? Of wil je gewoon een keertje kennis maken met Easyhub? Bel of kom langs. Voor een gratis proefles en dan gaan we je uitleggen hoe het allemaal werkt, wat je allemaal kunt doen. Weet je na 1 keer nog niet genoeg, kom je lekker nog een 2e keer gratis niet een proefles doen en dan gaan we aan de gang. En wie weet kom je Martijn tegen. Nou, je hebt je best gedaan Martijn. Ik ben benieuwd naar de uitdaging van volgende week. Jij ook? Wil je nou meer weten over het sportaanbod van Albrand Zwaard? Ga dan naar www.albrandzwaard.nl/sportaanbod. Ik daag je uit.